Laat je maar gaan en laat je maar los. Het is weekend, de week zit erop. Doe maar lekker gek, doe maar lekker los. Het is vrijdag, de week zit erop. Het is een super dom nummer. Hey, hallo, goedemiddag. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Manuel Venderbos en dit is Tegengif, jouw portie positiviteit, aflevering 4 alweer. En ik heb vandaag echt een bloedmooie gast. Ze is zangeres, presentatrice, ze is fan van het Songfestival en ze zegt ook nog eens een keer verstand te hebben van voetbal. Een ideale combinatie dus. Hele goedemiddag, Elise. Hi, alles goed? Nou, met mij wel. Hoe is het met jou? Ja, het gaat. We hebben natuurlijk een paar dagen geleden gehoord dat er voorlopig geen grote evenementen zijn. Dus ik zit nog wel eventjes thuis. Ja. Maar verder gaat het hartstikke goed. Ik oefen elke dag Spaans. Oh? Ja, mijn broertje zei op een gegeven moment, je moet er wel uitkomen met een skill. Ja. Ik heb begonnen met Duolingo. Dat is een soort spelletje. Waarbij je Spaans kan leren. Eigenlijk elke taal die je maar wilt kan leren. Hola, me llamo Manuel. Ja, precies. Of heb je geen idee wat ik nu zeg? Ja, dat soort simpele dingen begin je wel, inderdaad. Dus dan hou ik mezelf bezig. En ik ben nog een beetje bezig met muziek vanuit huis. Muziek aan het schrijven, maar ik wil ook leren om mijn eigen vocalen te produceren. Dus dat ik in ieder geval er wel uitkom en denk van, ik heb niet alleen maar televisie gekeken. Manuel, hoeveel dagen zitten we nu in quarantaine? Ja, ik tel vanaf vrijdag 13 maart, want toen gingen de scholen op slot. En dan zitten we al 44 dagen in quarantaine. Kan je het je voorstellen? In het begin vond ik de tijd heel langzaam gaan. En nu vind ik het eigenlijk vrij snel voorbij vliegen. Omdat ik denk ik iets meer routine heb dan in het begin. In het begin dacht ik, was het ook wat minder mooi weer. Dacht ik, vandaag lekker filmpje kijken, lekker pyjama aanhouden de hele dag. En op een gegeven moment moet je toch wel weer je routine oppakken. Mijn vriend en ik hebben geen kinderen, dus wij staan op. Wat gaan we vandaag doen? Maar ik merk dat we nu wel allebei echt best wel druk zijn ook. En vliegen de dagen wel sneller voorbij. Je woont samen met een voetballende man, Edwiges Maduro. Ja. Wordt die niet ook helemaal gek? Eigenlijk niet, want hij gaat volgend seizoen coachen bij Almere City. En hij is zo gedreven. Dan kijk ik ernaar en denk ik, shit, ik doe echt niks. Maar goed, het is tijd voor goed nieuws. Een hele goede middag, mijn naam is Manuel Venderbos en dit is een extra goed nieuws update. Het is 19 minuten over 1. Ja, laten we gelijk maar beginnen met het goede nieuws. IKEA deelt het recept van de Zweedse balletjes. Want, zo zeggen ze zelf, we weten dat mensen onze balletjes missen. En nu kan iedereen ze in 6 stappen thuis maken. Heb jij ze ook gemist, Elise? Ik heb ze niet gemist, maar het wieg is ongetwijfeld wel. Ja? Als ik zeg tegen het wiegers, oh kom, we gaan naar de IKEA, weet je wel, voor deze coronatijden natuurlijk. Dan moest ik hem altijd beloven dat we ook balletjes gingen halen. Echt waar? Ja, hij vindt dat echt super lekker. Met het sausje erbij en die aardappels. Ik ga dan wel met hem mee qua balletjes, maar die rode saus erbij, die snap ik echt niet. Ja, het is een combinatie. Je kan ook een ander sausje eroverheen doen, hè? Maar het is de combinatie denk ik van zoet en zout. Maar ja, nu krijgt hij zijn Zweedse balletjes niet. Wat is jouw favoriete thuismaaltijd? Ik moet zeggen dat ik echt een drama ben in de keuken. En dat ik absoluut niet van koken hou. En deze periode heeft er wel voor gezorgd dat ik verplicht. Weet je, als het aan mij ligt, eten we s'avonds lekker een boterham klaar. En nu moet ik zeggen, ik ben soepen aan het maken, pasta's. Curry's. Ik ben echt best wel behendig geworden erin. Als je nou naast je Spaans ook nog een beetje Zweeds wil leren, weet je dan wat eetsmakelijk is in het Zweeds? Geen flauw idee. Smekelig maaltijd. Smekelig maaltijd. Ja, dat kan inderdaad. Dat is lekker makkelijk. Aanstaande maandag is het Koningsdag, oftewel Woningsdag. En iedereen moet natuurlijk gewoon thuis blijven. Elise, heb je een tip voor ons? Wat moeten we nou thuis doen op Woningsdag? Nou, hopen dat het lekker weer is. Ik las ook online dat er DJ's vanaf een balkon gaan draaien. Ik heb geen idee, wij blijven continu binnen. Ik denk dat wij lekker op het balkon gaan zitten. En misschien een drankje voor onszelf inschenken, omdat het toch Woningsdag is. Ben je daar normaal gesproken van? Vorig jaar heb ik op een kleedje gezeten. Oh? Met spullen. Ja, ik dacht, laat ik dat gewoon doen. Verkocht je wat? Ja, we hebben echt waanzinnig veel verkocht. En het grappige is, we zijn daarna met de winst naar het casino gegaan. En toen heeft mijn vriend het eventjes verzesvoudigd. Dus, en toen hebben we dat weer verdeeld. Dus iedereen was blij. Iedereen ging met een paar honderd euro naar
huis. Qua muzikaliteit, wat vind je van mijn jinglepakket? Ja, tof. Tof, heel tof. Ja, als ik al vocalen op zou kunnen nemen, zou ik zeggen, heb je niet even een stem nodig? Nou ja, ik zou het superleuk vinden als jij ze inzingt. Maar ja, die had ik niet. Creatief gedaan. Wie heeft ze gemaakt? Heb je het zelf gedaan? De audio heb ik zelf gedaan en de vormgeving komt van 6 Design. Benno heeft ze gemaakt. Mooi. Was dit een uitnodiging om eroverheen te zingen? Ja, als ik het kan wel, ja. Maar het kan nog een paar weken duren voordat ik iets op kan nemen. Ik kom bij je terug. Dit is In Quarantaine met de Sterren. Ik bedoel, Elise en ik hebben het zwaar, maar de echte sterren hebben het natuurlijk echt heel zwaar. Zoals bijvoorbeeld Dave Roelvink. Die liet gisteren weten dat zijn gezicht helemaal ging hangen. Echt, zijn gezicht hing echt helemaal op 6:30. We hebben een verslaggever ter plaatse. Elise, kom er maar in. Wat is er tijdens de crisis bij jou allemaal al gaan hangen? Nou, ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb nu eventjes er wat opgezet. Maar er ligt hier een yogamat. En daar staat een fiets. Oké, ja. Dus we proberen wel te bewegen en er is nog niet echt iets gaan hangen. Ik bedoel, ik zou wel graag naar de kapper willen, maar dat gaat helaas niet. Om het gewoon weer eventjes leuk te maken allemaal. En qua mind? Ik ben nog helemaal positief. Ja, het is alweer tijd voor de quarantaine-knaller, mijn favoriet onderdeel. En daarvoor schakelen we altijd live over naar iemand zijn badkamer. En in dit geval is dat de badkamer van zangeres Elise. Elise! Ja, nou, ik ga je van tevoren eventjes vertellen dat we boven heel slecht internet hebben. Dus ik ga het proberen. Oké, daar gaan we. Tot nu toe gaat het goed? Tot nu toe gaat het goed, ja, zeker. Oké. Ik zie daar allemaal voetbalshirts aan de muur hangen. Voetbalshirts heb ik laten ophangen voor hem en in laten luisteren. Wat leuk. We gingen samen wonen. Daar gaan we. Je bent er nog. Ga toch maar weer terug naar de plek waar je was. Ik ga er mee. Bedankt voor de rondleiding. Okay. Ja, dit is beter, hè? Ja. Ja, je wil natuurlijk een liedje horen. Ja. Een quarantaine liedje. Nou, heb je Tiger King gezien? Nee, die heb ik nog niet gezien. Maar daar hoor ik iedereen over. Edwiges zingt elke dag een nummer van Joe Exotic. Maar alleen de eerste 2 zinnen. En daar word ik helemaal gek van. I saw Tiger. En Tiger Song, man. En dat zijn de eerste 2 zinnen. En die zingt hij de hele dag. Helemaal para van. Maar kan hij een beetje zingen? Hij kan best wel zingen, ja. Hij pakt dus geen drankje in het nummer van Def Rhymes. Hoe gaat hij? Laat je maar gaan en laat je maar los. Het is weekend, de week zit erop. Doe maar lekker gek, doe maar lekker los. Het is vrijdag, de week zit erop. Het is een superdom nummer. Dan zet hij dat aan en dan gaat hij een drankje pakken. Ik hoor het wel. Jullie komen samen die crisis wel door. Ja, we hebben wel heel veel lol. Mijn standaardvraag aan het einde. Aan wie wil jij de douchekop doorgeven? Nou heb je die zelf niet aangeraakt, maar normaal gesproken wel. Oh, voor het volgende, wie jij als volgende gaat interviewen. Ja. Ik ga jou iemand tippen. Ik ga daar even voor nadenken, want ik ken er een hoop die thuis zit op dit moment. Oké. Dankjewel. Alsjeblieft. En dit was Tegengif voor deze keer. Tot de volgende keer. Ik hoop dat je het leuk vond. En hier liken en abonneren. Want ik heb nog maar 182 volgers op YouTube. En zoals mijn 9-jarige zoontje zegt. 182 wat? 182.000? Nee, gewoon 182. Pap, dan ben je echt een noob. Een YouTube noob. Dus bij deze. Joep. Doei doei.